Een goedemorgen. Ik zag gisteren een mandje in beeld was. Het is weer grijs en grauw, dus, maar ja, het is bijna november, dus dan mag het wel, hè. Wat ga ik vandaag doen? Ja, het is vrijdag, dus ik ga vandaag weer trainen en vanmiddag misschien even fietsen. Ik ben zo blij met mijn gebiedje. Dus ik heb vanmorgen heb ik twee krekertjes met gebraden gehakt. En het is ook weer, het is allemaal low carb, oftewel lage koolhydraten. Dan heb ik, ik vind het heerlijk dat ik weer kan bijten. Dus ik ga gauw mijn ontbijtje opeten, want er zit er ook hier eentje te loeren. Dus ik zie u vanmiddag. Doe die nou, ja. Goedemiddag, we zijn weer terug van trainen. Vandaag was het weer dolle vrijdag. Met vier man heerlijk getraind. En op een gegeven moment die instructeur erbij, die jongen. En nou bleek het wel de groefles. Maar ja, de gewichten werden ook steeds hoger en zwaarder. Dus mijn armen doen vrij zeer en als dat ding trilt, dan komt het door dat ik nog eens mijn arm op kan houden. Want ze zaten op een gegeven moment aan de 80 kilo. En het is toch wel vrij heavy. Dus, maar ja, ik kan weer bijten en ik heb al de hele morgen mijn gebiedje in. En ik word niet misselijk ervan en ik word, zoals bij die vorige, dus dat ik hem steeds uit moest doen. Ik vind het heerlijk. Als lunch heb ik een salade. Heb ik een salade met komkommermix en tonijn er doorheen. En ja, ik ga nu even eten, want ik ben echt, echt moe. Ik ga, vanmiddag ga ik fietsen, dus dan neem ik jullie weer mee. Want ik moet nog wel een paar dingetjes ergens wezen. Dus, ik zie u later. Dit is toch wel schitterend van de natuur, hè? Een sloot bedekken met alleen maar bladeren. Door de boom hier zo. Ik vind het geweldig. Goedenavond, we zijn weer aangekomen bij wat eten we vanavond. Ik eet knoflookkip met spinazie en rucola. En dat wordt gebokt. Dit is het. Wat heb je nou voor nodig? 1 kipfilet. Hij zit bij mij al de hele dag, of tenminste de hele middag, in marinade van knoflook en sinaasappelrasp. Dan heb je. Ik gebruik altijd wilde spinazie. En je hebt rucola nodig. Ik heb rucola malaise. Heb ik. Dus en dat gaat volgen. En daar kun je bij eten. Dan kan je dus bij eten rijst, pasta, de hele mikmak. Ik doe er rijst bij. Maar dan van de Action, die calorie- en koolhydraatvrije rijst. En dat is het. Ik zie u zo meteen aan tafel. Zo. Nou, dan zitten we dan aan tafel.
Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Nou ja, dat weet u. Ik heb getraind. Ik heb nog even 20 kilometer gefietst. En nou, ik heb dit gekookt. Zoals ik al zei, ik heb knoflook, kip. Knoflookkip met spinazie en rucola. Ik heb net alle twee gevolgd tot het geslonken is. Echt goed. Ja, dat was het. En ik zal het u even laten zien. Ja. U kunt bijna alle recepten terugvinden die ik gemaakt heb bij www.ah.nl allerhande. Daar maak ik de meeste recepten van bij. Soms verzin ik wel eens wat zelf en dat komt ook mooi uit. Dus, maar ik zie nog steeds met mijn gewicht, dus ik wil nog eventjes koolhydraten arm eten. En dan ga ik zelf eventjes een receptie voor schrijven. Dus. Ik wens jullie een hele prettige avond. Ik ga niet kijken naar, zoals u weet, naar De Wereld Draait Door of naar Pauw. Gisteravond heb ik een filmpje gekeken en dat was wel grappig. En veel te laat de bed gegaan met het MMA boksen. Om 13. Maar ik ga vanavond vroeg te bed en ik ben hartstikke moe. En ik ben blij dat het vrijdag is geweest. Dat het vrijdag is. Dus ik wens u een hele prettige avond.